Het werk vordert gestaag en de belangrijkste apparatuur is al geïnstalleerd. 'S Ochtends in alle vroegte haalt Gordon de laatste spullen voor zijn keuken. De eerste 5 ruggen zijn alweer uitgegeven. Ik heb mijn ogen nog niet open. Ja, het kost gewoon heel veel centjes. Maar het is wel leuk om allemaal dingen te vinden die dan in de actie zijn en goedkoop zijn. Want ja, je moet wel een beetje op het budget letten. Stel, je moet kiezen, zanger of horecaondernemer? Nee, zanger. Ja, verdien ik het een stuk makkelijker, kan ik je vertellen. Oh, ben jij er ook? Wist je niet eens dat je kwam? Kijk dan, de eerste pan. Die mag jij officieel op het gas van huis zetten. Ed en Ilse die, hebben zich helemaal goed ingewerkt. En ja, die zijn er volgens mij helemaal klaar voor. Kijk, leuke sauspannetjes. €3. Goedkoper. Nou, als een keuken inrichten, dat is echt serieus nog werk, hoor. Echt. Het gaat om de kleinste dingen. Een kwastje om af te kwasten. Frietmandjes. Puntzeef, een bolzeef. Dit is om bloed te vergieten, toch? Ja, ik wilde niet opscheppen. Hey, ik heb lekkere stekers meegenomen ook. Uitstekend, hè? Ja, ik ben een rare kwast, ik weet het. Ja, dat geëmmerd de hele tijd. Nou, ze kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk dat dat met de paplepel ingegoten is geworden op de markt vroeger. We waren alleen maar bezig met dit soort dingen. Met van die rottigheid. En woordgrappen en ongein. Volgende week de opening. Nou, ik vind het echt fantastisch, want ik heb een paar leuke ideeën bedacht. Ik heb natuurlijk het thema Frida Kahlo wil ik natuurlijk wel terug laten komen. Dus ik heb een of andere oude Mexicaanse band opgegraven. En ga iets doen met de Dia de los Muertos. Ja, dat wordt heel leuk. Ik kan niet wachten. Dia de los Muertos is de dag der doden. Gezellig idee, toch? De opening staat voor de deur en ook deze serie krijgt aandacht. Gordon is voor vanavond uitgenodigd om aan te schuiven bij Jeroen Pauw en Das Parlaat. Ik vind altijd dat het lijkt op een soort oorlogsgebied als je er binnenkomt. Alle studios zijn verstopt in de kelder. Is Parlaat hier? Nou, laat maar. Gordon weet goed de weg, want op het Mediapark begeeft hij zich op zeer vertrouwd terrein. Moet je voorstellen dat ik hier het Nationale Songfestival heb gedaan in 1990. Dat mijn ouders hier zaten en dat ik als jongetje van 19 meedeed met Jeannie Chetame. Ja, dat is een droom, joh. Dat was voor mij natuurlijk het ultieme. Jeannie Chetame, Jeannie van Bistu. Kijken of ik er ook nog tussen hang. Oh, dat is NPO natuurlijk. Oh, nou, dan zijn er vast ook wel een paar van de muur afgedonderd. Oh, sorry. Iedereen hangt er, behalve ik. Oh nee, hier hang ik. Gordon lijkt behoorlijk nerveus te zijn voor de live-uitzending. Maar gelukkig is er, voordat het allemaal losgaat, nog wel even tijd om die zenuwen te kalmeren. Oh, hey, we zijn wel mooi op elkaar afgesteld. Even mooi. Nou, hij ziet er mooi uit. Hey, leuk om bij te zijn. Een beetje rond hier en zo nog. We moeten nog wat dingen doen. Dit is een beetje de bar ook, dus je kunt hier gewoon kijken en zie je zo. Ja, is goed schat. Ja. Speciaal voor deze uitzending zijn er een aantal van Gordons trouwste fans uitgenodigd in de studio. Dankjewel. Moet je wel op een panorama zetten. Ja. Moet je kijken wat een fans ik heb. Leuk, hè? Prachtig. En naast al deze trouwe fans komt Gordon ook nog een oude bekende tegen. René, weet je nog? Nee, vertel even. Carla, motorkader. Oh, ja. Hey, maar God, Jezus, man. De stewardess, 40 jaar terug. Ja. Ja, maar je ziet er nog steeds goed uit. Ja, jij hebt me. Ja. Hey. Jeetje, ik kwam nog iemand tegen waar ik een trio mee heb gehad. Is die niet meer? Heb je dat meegekregen? Oh, ja. Hey, Carla. Ja, 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 ja. Toch? Op de motorkade. 265 woonde ik. Ja. Ik weet het nummer nog. Toen je de nagel aan elkaar getrokken, toch? Au.
En in één keer kreeg ik die flashbacks. Dat geloof je toch niet, dit? Heel embarrassing, maar goed, weet je, we zijn allemaal jong geweest. Dat zou ik nu nooit meer doen. Nee, en René ook niet, hoor. Zou zijn vrouw trouwens ook niet leuk vinden. Ik ben een vrouw, hè? Nee, ik ben een vrouw, hè? Niet aankomen, hè? Hé, hey, dat heb ik al gedaan. Ik heb het gehoord. Geloof je niet? Ik heb ooit een keer een trio met hem gehad en dan stuur je en hij is hier nu met zijn vrouw. Geweldig. Maar hoe gezellig de heren het ook hadden voor de uitzending, tijdens de uitzending gaat de presentator van dienst er direct met gestrekt been in. Ik heb een heel leuk sociaal leven, ik heb heel veel leuke vrienden en je hoeft echt geen medelijden mee te hebben. Nee? Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, zeker niet. Nou ja, goed, weet je, dan zo, je komt er zo aan in... ja, god, en dan zie ik er zo'n man met die gewoon... Ja, die zal wel een ei voor je bakken en zo... maar je hebt er verder ook niet echt veel mee. Nou, ik vind het een... Ja, natuurlijk een hele lieve meneer, die eieren bakt, maar dat, ja, dat is... maar hij heeft ook een gezin, hij heeft een vrouw en twee kinderen. En ja, dat is ook heel fijn voor hem. Kijk, natuurlijk mag hij kritisch zijn als journalist. En dat mag ook. En dat zei hij ook aan het begin. Maar dan denk ik... Waar zijn mensen nou toch altijd op uit naar het negatieve rondom mij? Want je kan toch ook gewoon een leuk gesprek hebben? Hé, je hebt een leuk programma gemaakt. Vertel eens even, wat gaan we allemaal zien? Nou, dan krijgt hij gewoon een normaal antwoord. Het gaat mij even om de relatie die jij met zo'n man hebt. Dat is niet veel meer dan dat hij gewoon een beetje voor je zorgt. Dat is gewoon niet waar. Ik heb voor dat gezin heb ik een huis gekocht in Sri Lanka. Ja. En heb ik ervoor gezorgd dat hij straks terug kan gaan met zijn familie. Dus dat is ook weer heel denigrerend wat je zegt. Ik gaf mijn grenzen aan. En ik denk dat ik dat heel goed gedaan heb. Ja, en wat mensen daar dan van vinden, dat moeten zij weten. Maar ja, ik vond het niet echt oké. Dat was alleen voor vuurwerk. Heb je na afloop nog met hem gesproken? Nee, nee, want normaal gesproken belt hij altijd of stuurt hij een berichtje, maar heeft hij nu niet gedaan. Ik vond het gewoon niet leuk hoe daarover gesproken werd. Heel denigrerend. Alsof ik een of andere... Hè? Ja, ik vond dat hij gewoon... gewoon heel denigrerend op mijn butler reageerde. En dat accepteerde ik gewoon niet. Hij wilde mij echt ergens in een hoek krijgen waar hij me uiteindelijk niet in heeft gekregen. Ik had een beetje het indruk dat hij een beetje dronken was. Ja, echt. Ik had hele rood doorlopen ogen. En hij dacht, ja, ik... Goed, hij moet het zelf weten, maar... Oké, schatjes.